Hij is de kibbeling, lekker lekker, kom er maar bij. Het meeste komen natuurlijk wel dichtbij uit Bocholt en uit Zuiderwijk natuurlijk. En zo nog wat plaatsjes daar in de buurt. Maar je ziet ook Oberhausen, Essen, Kleven, allemaal van dat soort plaatsen zie je geregeld toch ook wel nummerborden. Grenzübertragende Zusammenarbeit. Preventieve werking heeft het vooral. Eigenlijk het feit dat je iemand met een uniform ziet aanlopen waar je normaal altijd al even denkt als je in je auto zit van ik moet even op mijn gaspedaal letten. Meer dan die functie heeft het niet. Wij hebben helemaal geen moeite met extra controle of extra hulp, want ik zie het meer als hulp als controle. Want controle zou betekenen dat we iets fout doen. En daar sta ik dan wel haaks tegenover. Waarom dan de hele grensstreek alleen maar de markten aangevallen worden? Terwijl wij vinden dat het niet alleen de markt is, maar dat je het samen met de supermarkten doet, met de ondernemers en met de horeca. Gezamenlijk maak je een dorp, moet je ook gezamenlijk aangesproken worden.